Kale en Kokkie wordt mede mogelijk gemaakt door Kesbeke en Febo. Jullie lijken Wout Weghorst. Jij kan ook even nee, realistisch zijn. Doe nou een stap naar voren. Anders leg je met je kut onder die auto, jongen. Welke maat heb jij? 46, Sam. Serieus? Ja, Sam. En je weet het. Jij, Sam, 39. Mannen, waar zijn we? We zijn vlakbij jullie hoofdkantoor, achter het Centraal Station. We staan in het centrum, in het hartje van Amsterdam, naast het Centraal Station. Aan de andere kant van het IJ. En we gaan even iets doen, want het is natuurlijk die heerlijke interlandperiode. Jullie hebben alle twee gekeken, neem ik aan. Wat een wedstrijd. Ja, niet om te... Ik zou heel eerlijk zeggen, ik heb er nog geen 30 seconden van gezien. Echt niet. Ik heb er een stukje van gelezen en toen had ik mijn buik al vol. En toen heb ik het interview gelezen van Woutje Weghorst, of van gezien, gisteren, nog heel even. Echt een Ajax-spits, hè? Wat? Echt een Ajax-spits. Doe maar niet. Echt de Ajax-spits is van het weekend overleden, dat vond ik erger. Ja, laten we het daar heel even over hebben. Ruud Geels. Ruud Geels. Wat zijn jouw herinneringen, Kale? Nou, Ruud Geels kwam in 1974 bij Ajax toen Cruijff naar Barcelona ging. En de man had op dat moment al een aantal omzwervingen gemaakt. Die is bij allerlei andere clubs onderdak geweest. Hij kwam bij Ajax binnen. Als de opvolger van Cruijff, dat kan natuurlijk nooit, want er is maar één Cruijff. Maar de man presteerde het om, geloof ik, 4 keer achter elkaar topscorer van Nederland te worden. En hoe bijzonder was dat in die tijd? Zijn belangrijkste wedstrijd was tegen Feyenoord toen in de tijd. Dat was de beruchte, geloof dat hij in de 7-0 wedstrijd de 6 maakte of zo. Maar met een onwaarschijnlijke sprongkracht. Ja, was niet zo groot, hè? Nee, was helemaal niet groot. En ik heb hem gezien in de meer. Je ziet ook nog wel veel van die foto's dat hij echt met zo'n zweven, duiken, kopbal. Ja, ja, ja. Mooi voetbal. Goede spits. Ja. Sterkte aan nabestaanden, familie absoluut. En vrienden. Zekers. Absoluut. Want er is toch wel weer een echte Ajax-ziet heen gegaan. Ik geloof dat hij 155 goals voor Ajax gemaakt heeft. Dus. Dat is mooi. Maar aanstaan. Over Ajax gesproken. Het was een, kan ik toch wel zeggen, een barre tijd. Een lekker weekend, jongen. Nul gehouden. Oh, ja. Maar ik dacht, we gaan even iets doen om Ajax te doen vergeten. Oh. We gaan even lekker bowlen. We gaan bowlen. Ja? Sam, wat een fantastisch idee. Ja, hè? Ja. Dus een bal met gaten, toch? Ja, een bal met gaten. Ik zal jou één tip geven. Nou? De middelste, de voorste, die lijkt op Maurits Hendricks. Gaan we die pakken. We gaan beginnen. Ja. Ik zet er een muziekje onder. Ja, dat lijkt me leuk. Een bowlingsmuziekje? Ik weet niet wat dat is, maar ik ga proberen te zoeken. Welke maat heb jij? 46, Sam. Serieus? Ja, Sam. En je weet het, hè? Jij, Sam, 39. Die staat erop, ik zie dat. En druk op enter. Maar waar is dan enter? Waar denk je? Ik zie hem al. Zie jij hem al? Ja, ik ben helemaal ingezoomd. Lekker dan. Iets naar rechts. Oh, die. Hop, op zijn kokosnoot. De eerste bal, hè? En heb jij het over ingooien, hè? Wat een slechte bal, hè? Ja, jongen, je haalt me van... Sorry, jongen. Kijk, hoppa. En hoppa! Die heb je niet gefilmd? Ik was echt... Jongen. Dat is net als de omhaal van Van Basten. Die wist je ook niet, hoor. Vertel wat er is gebeurd. Zeg maar gewoon. Jongen, op topsnelheid vliegen al die kegels in de grond. Kijk, oude man, kom los, hè. Kijk, let je op, heb je die? Nee. En hij is in te huren, dus hij kan ook voor kinderpartijtjes en zo. Doet hij zo'n rood neusje, krijgt hij dan op. En dan komt hij een bowles geven. Kale, als je iemand zou mogen kiezen van de Ajax-selectie om mee te bowlen, wie zou je dan kiezen? Van de Ajax-selectie? Ja. Ik denk dat ik met... Ik denk dat ik dat met Taylor zou doen. Ja? Ja. En dan heel indringend eventjes toe gaan spreken de komende week. Oh, dan ook wel over het spel? Ja. Jij, Kokkie, als je met een Ajax-ziet mocht bowlen? Met Brobby, want die gooit bovenhands. Kokkie? Ja? Het was de bedoeling dat we Ajax een beetje zouden vergeten. Is dat al gelukt? Natuurlijk is dat gelukt.
Ja? Alhoewel, we halen een klein beetje hetzelfde niveau vandaag, dus ja. Het is gewoon dramatisch slecht. Het is wel even gezellig, gewoon Sam, even wat anders toch. Dames en heren, beste kijkers, beste Ajaxiden, beste Feyenoorders die ook kijken, welkom bij de bowlingaflevering van Kaal en Kokkie. We hebben een winnaar. Kokkie, wil jij even meekijken? De oorkonde. We hebben een winnaar en zijn naam is? Ja. Ja, zeker. Dank u. Dus je weet wie er betaalt hè, vandaag. Neem ons even mee in de score, de man in Kale. Nou, luister. Kan je ons even vertellen hoe je mooiste worp is gegaan vandaag? De jeugd heeft het laten liggen. Zullen we het daarop houden? We hebben een beetje geluk, Sam. Je hebt het gehoord hè, hoe het werkt. Hè? Ja, zaterdag Vitesse. Ze hebben een nieuwe trainer, hè? Dus... Is dat een voordeel? Nou ja, voor hun is dat weer een nieuwe dosis energie natuurlijk. Want je wil je weer bij wijze zitten op zich van een nieuwe trainer. Dus het wordt weer een andere wedstrijd. Met Kukkeleku was het klaar. En die is vertrokken. Wordt het ook niet eens tijd dat die iets oudere Ajaxiden nu echt gaan opstaan? Zeker. Ze zijn er helemaal mee eens. Want het, ja, ondertussen Zeker. Duurt het wel maar nou, door. Die zijn vrijdagavond ook opgestaan. Hè? Michael van Praag heeft ook wel een show gegeven. Iets oudere Ajaxiden, die zijn net zo oud als jij bent, denk ik, Sam. Het is vrij jeugdig elftal. Maar ik snap wel wat je bedoelt, die jongens die wat langer bij Ajax spelen. Maar het is ook hetgene wat wij eigenlijk al een paar weken aangeven. Maar hoe dan ook, het wordt gewoon een lang seizoen. Zo, ja, dat is het al. Och, jezus, gaan we dat krijgen. 2-0. En waarom dan? Dat weet ik veel. Je wilt toch iets horen? Inschiet en Vitesse 0. Maar ik bedoel... Kale, jij denkt dat het Ajax zomaar even daar drie punten gaat ophalen? Ik denk dat wij met 2-0 winnen tegen Vitesse, ja. Daar ben ik heel van overtuigd. We gaan gewoon 3 punten in huis houden. En eigenlijk vind ik dat het allerbelangrijkste. En of dat nou 1-0 wordt of 6-1, dat interesseert me geen reet. Als ze maar die wedstrijd over de streep heen trekken, dan gaat het. Goed? Ja. Oké. Okay. Nou ja, ik zit de laatste tijd een beetje fout, Sam, maar ik zeg 3-0. 3-0. Jullie zijn weer positief, hè? Ja, altijd positief zijn als ik een uitslag moet zeggen. Wat wil je dan zeggen? Nou ja, je kan ook realistisch. Jullie lijken Wout Weghorst. Jij kan ook even realistisch zijn. Doe nou een stap naar voren. Anders leg je met je kut onder je auto, jongen. Jullie worden helemaal boos. Je mag wel een beetje kritisch blijven. Er staat voor WW. En als jij zo doorgaat, dan kom je er ook in terecht. En dan zegt hij weer, jullie kunnen wel boos worden. Wout Weghorst. Je redt hem 2 keer van een auto. Hè? Nu ga ik hem redden van een e-bike. Voor een fiets? Ja. Je mag hier maar 50, hè? Ja, ik hoor het al. Sammy, ik denk dat jouw moeder dit ziet, dat ze trots op mij is. Ik sta hier toch om haar kind een beetje die stoep op te gooien. Oké, nou, we gaan gewoon winnen van Vitesse. Het staat genoteerd. Volgende week in de oude schapen, Sam. Jojo.